Er is nog steeds geen verandering in de situatie van het binnenland van Suriname. De verschillende gebieden liggen nog steeds blank en mensen worden dagelijks verplaatst naar hoger gelegen gebieden. NCCR heeft al hulpgoederen gestuurd naar de verschillende gebieden. Grandma Leslie Valentijn geeft aan hoe er tot nu toe hulp wordt verleend aan de mensen van de gebieden. Het is moeilijk voor ons, maar plotseling gaan we op een trap. Maar de bezig trekken terug. Daarom heb ik de zelf van nodig. Dus de service geeft aan, per de vintag heen, in de directe omgeving van het dorp. Dat is waar ik dat ben. Varen op en neer, ik ga lukken dus maar voor je. Een gemeenschap verwacht natuurlijk een bon resultaat voor een gesprek zou voeren. Want we gaan niet zo door. Ja? Dus alles is ondersteboven, alles aan de ondersteboven. Maar we hebben last bij die, we hebben dat gewoon. De komende dagen zal er nog geen verandering zijn in de weersituatie. Als we de berichten van de meteodienst volgen, is er voor de komende dagen nog heel veel regen voorspeld. Hoofdkapitein Theo Gadden van het dorp Piti heeft met de hulp van de andere kapiteins de dorpsgemeenschappen naar andere gebieden gebracht. Dus als het was, ik op het dak. Dus op een nolle. Dus mijn dorp is niet uiterst te noemen, mijn kades maar mijn kapot naar de zaal. Bij kan ik bieden wat geen heen om. Want die heeft in een dorp bij krikkie rondtoen. Dus alle de dorpen staan water die die steen maar krikkie rondtoen. Dus hij kopie aan water, aliba, hij kopie aan krikkie. Dus nu nog bij die enkele minuutsap samen moet morgen. Maar dan kan ik nog wel zeggen, ik heb een paar dagen daarbij. 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 Ik heb een paar dagen daarbij.